Nou, welkom. U kijkt naar de straten van Amsterdam. Tweede Wittenburger Dwarsstraat. Heel goed. En waar ligt dat? Daar ligt Roest, misschien wel bekend. En daar ligt het Scheepvaartsmuseum. Ben je wel eens geweest, René? Nou, in de straat wel, maar niet vaak, hoor. Hoe vind je het eruit zien? Ja, dat huisje vind ik wel leuk. We gaan er straks naartoe, maar we gaan beginnen hier op dit prachtige schip uit 1904 van de heer Berkenhout. En hij staat al aan het roer. Goedemiddag. Mogen we verder komen? Kijk uit voor het trappetje, Frank en Sophie. Zo. Dit ziet er prachtig uit. Dank u wel. Huppakee. Even kijken of Frank voorzichtig het trappetje af kan. Oh ja. Hoe maakt u het, meneer Berkenhout? Heel goed. Alleen, de ademhaling is niet zo goed, maar dat is de leeftijd. Maar voor de rest gaat het goed? Voor de rest goed hoor, ja. U heeft het schip al 28 jaar in uw bezit. Ja, ja. En u woont er nu op. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, het was. Ik woonde toen in de Eerste Oosterparkstraat. En op een goed moment is mijn vrouw overleden. En toen ben ik op het schip gaan wonen. Dat was een ander schip. Heb ik daarna geruild voor deze. Dat geruild? Ja, het was een motorschip. En ik wilde altijd graag een zeilschip hebben. Ze zeggen altijd van ruilen komt huilen. Is dat nu ook het geval? Ja, ik heb niet gehuild. De andere partij wel. Wie weet. Kunt u ons even een rondleiding geven over uw schip? Ja, zeker wel. Moeten we eerst naar voren? Dat is goed. U weet de weg. Ja. Gaan we eerst naar voren. Is goed. Oké. Okay. Moet ik even helpen? Nee hoor, dat gaat wel. Dit ziet er prachtig uit. Ja. Het schip is van 1904. Ja. Ja. En waarvoor werd het schip gebruikt? Dit was een schip wat eigenlijk vanaf de noord van de veenkoloniën bracht die mest en turf naar de Westland voor de tuinders. En daarom noemden ze dit ook strontschuiten. Ja, echt. Dus eigenlijk woont u nu op een strontschuit? Ja. Ruikt u dat soms nog? En de grap is dat ze nog steeds elk jaar diezelfde tocht maken met die schepen. Want gebruikt u het schip ook nog echt? Kijk uit hoor, Frank. Afstapje. De spinnen we hebben door. Gebruikt u het schip nog? Jazeker. Waar vaart u dan zoal naartoe? Alleen, nou ja, het liefst naar de Wadden. We kunnen hier vandaan varen, zeg maar, of Enkhuizen of Afmeren in Hoorn. En dan de tweede rit is naar of Staveren of Harderwijk. Harlingen. Dus maar net hoe de wind staat. Maar doet u dat dan alleen? Nee. Ik heb 4-5 man nodig erbij. Kijk, dit is allemaal. Dit zijn geen mastlieren, hè? Normaal heb je mastlieren. Maar dit is allemaal met de hand moet je dit omhoog hijsen. Als die gaffel omhoog is, met het zeil eraan, dan ligt er 30 meter touw aan dek. Van het hijsen. Dat soort dingen. Lijkt me pittig werk. Ja, wel ja. Wat zien we hier? Ja, dat is een mast. Kijk, Frank. Mastplaatje. Ook uit 1904? Nee hoor, die heb ik daarna gemaakt. Het vergaat een beetje. Er staat onder de vrouw Elisabeth staat erop. Maar, ja. Waarvoor heeft hij hiervoor gekozen? Nou, dit is. Kijk, al die schepen hebben een soort. Hoe heet het? Mastplaatje, hè? Dat, of familie of wat ook. Of van de geschiedenis. Nou, ik vond dit wel leuk. Nou, het ziet er prachtig uit. Het is dit schip eigenlijk, hè? Met Amsterdam? In Amsterdam erboven. Zullen we even verder lopen? Ja. Of wilt u hier nog iets laten zien? Nou, ja, dit is dan de ankerspil. En hier kan ik dus de mast mee laten strijken en om weer optrekken. Dat draait u aan? Ja, dit is dan... kijk, hier zitten die katrollen allemaal. Hè, die blokken. En dan moet hij eraf hoor, als die mast naar beneden moet. En dan gaat hij omhoog en de mast naar beneden. Zie, dat is de bokkenpoot, heet dat. Nou, prachtig. Ja.
Zullen we even doorlopen? Want ik wil ook even graag bekijken hoe u hier eigenlijk woont binnen. Mag dat? Jazeker. Gaat ja. ervoor? Even binnenkijken. Eigenlijk stiekem wil ik wel even binnenkijken. En bevalt het een beetje om te wonen op zo'n prachtig schip? Heerlijk. Nou, dit zijn de zwaarden, hè? Is het lekkerder dan in de Oosterparkstraat? Oh, ja, ja. Waarom? Waarom is het fijner wonen? Kijk, ik heb hier alle vrijheid, hè. Ik heb geen buren en ik kan lawaai maken zoveel ik wil. Dan doe ik dat niet. Ik heb wel een orgel wat flink tekeer kan gaan. En heeft u van niemand last en niemand van nu? Eens even kijken. Zal ik eens gaan? Ga maar, gaat u voor. Gezellig muziekje op. Ja, ja. Ik zie hier al twee prachtige marifoons. Gebruikt u ze nog? Ja, ja zeker. Deze is nog in bedrijf, hè. Die is noodzakelijk. Als ik dus een brug nader of zo, dan moet ik dus de brugwachter oproepen om te vragen of hij hem open wil doen. Doet hij het nog? Kan ik even contact maken? Ja. Ja. Hoe gaat dat? Nou, nee, kijk, we mogen niet zomaar gaan zenden. Dat moet wel een bedoeling hebben. Want er zit ATIS in. En dat betekent dat als ik ga zenden, dat ze onmiddellijk weten wat ik doe. Ik mag wel bijvoorbeeld zeggen van havenmeester oproepen. Deze zijn vier oude schelpenkassen. Wie horen we nu? Nou, dat zijn schepen onderling. En want vroeger waren die schipperskinderen met elkaar aan het praten over die marifoons. Er waren een ander die niet meer tussen kwam. En dus hebben ze gezegd, nou, we gaan daar ATIS in doen. Je mag alleen maar gebruiken als het noodzakelijk is. Maar gaat dat tegenwoordig niet gewoon met telefoons en internet? Dat zou ook kunnen, hoor. Maar wij moeten twee van die dingen hebben. En ik heb er eentje op het andere. Kijk, dat was mijn eerste schip. Dat is waarvoor u hem heeft geruild? Ja. Want dat schippertje wat deze boot had, die wilde graag een stuurhuis, dat hij buiten kon zitten en naar buiten kijken. En die lag in Zaandam. En toen hebben we die was van de heer Lovers, van de rondvaart. En die liet die kapiteins van die rondvaartboten liet die dat schip intimmeren en verbouwen. Maar en toen, wie hebben we hier? Is dit uw overleden? Dit is mijn zusje, ja, die is overleden, ja. Ja. En hoe heet het, toen kwam die oude Lovers te overlijden. En toen zaten ze, de familie met dat schip in hun maag. Nou, toen heb ik het gekocht voor 1200 gulden. Dat is niet veel. Maar er zat ook niks in, hoor. Toen heb ik er 7 jaar aan gewerkt, toen kon hij varen. En toen kwam er een advertentie in de krant van de schipper. Die zocht een schip met stuurhuis. Nou, en toen kwamen ze aan boord bij mij met de Kromhout. En die oude baas wilde hem al hebben. Dus toen hebben we gewoon geruild. Prachtig dat dat zo kon. Dus zo woont u hier, ja. In uw eentje? In mijn eentje nu. Is dat eenzaam wonen hier, als u hier alleen woont? Nee hoor, ik heb daar geen last mee. Dat doe ik 's winters, hè, die bootjes maken. Deze die is nog niet helemaal klaar. En ik zie daar een artikel in de krant. Ja, varend erfgoed verdwijnt in een woud van regels. Ja, dat klopt. Want die vergunning dat ik hier lig staat op mijn naam. En als ik kom te overlijden of het schip wil verkopen, moet het de stad uit. Wat zonde. Ja, dat is doods. Iedereen vindt dat zonde. Maar ja, zo is de wet. En we zijn nu bezig om te kijken of, ondanks dat die verkocht wordt, hier mag blijven liggen. Nou, dat zou mooi zijn. Ja. Want komen er wel eens mensen langs die even binnen bij u mogen kijken? Ja hoor, ja, ja zeker. Ik had ook laatst nog een man en die was, die wilde er heel graag hebben, het schip. En toen belde hij, had geen bank nodig. Ik kon in de lichtplaats interesseerde hem ook niet. Want ik ging toch weg met dat schip. En toen kwam hij vroeg hij of hij nog een keer met zijn vriendin mocht komen. En die stond hier zo in dat hoekje. En ik keek zo in de ronde. En ik zag dat smoeltje en ik denk, nee hè, ze vond hem te klein. Nou, dus dat ging niet hoor.
Maar nou, nu kunt u er nog wel wonen, toch? Zullen we even naar uw buurman gaan? Hier zeg, vindt u dat een goed idee? Ja. Oké, dan lopen we daar ondertussen even naartoe. Even kijken, zal ik voorgaan? Loopt u mee? Gaat u verder mee? Nee, we gaan even naar Max, uw buurman. En dan ondertussen kunnen we even kijken naar, als het goed is, naar wat foto's van vroeger. En dan zie je een familiefoto van familie Broersen. En die familie is hier een scheepswerf gestart in 1855, genaamd Groenland. En wat nou een heel romantisch verhaal is, is dat er die man heeft voor zijn vrouw een huisje gemaakt, omdat zij maar niet kon wennen in Amsterdam. En zij kwam uit Marken en heeft hij voor haar een markerhuisje laten bouwen. En laat die er nou hier weer staan. Als het goed is, zie je hem nu. Prachtig, René. En nu zit er een restaurant in van Max. Eens even kijken of hij er is. Geen bel. Hallo. Goedemiddag. Hoe maakt u het? Heel goed, heel goed. Ondanks dat er geen zon. Ja, nu nou, komt de zon komt een beetje, ja, ja. Beetje door. Nou, gelukkig maar. Naar beneden de cameraman. We lopen even verder, want met wie heb ik het genoegen? Met Geert. En Geert is van? Is een oude werfbaas. Hier van de werf Beffers. Ja, want u werkt hier altijd op de oude scheepswerf. Ik heb hier 10 jaar het zwijt mogen achterlaten. Ja. Hard werken? Ja. Hoe zag het er in die tijd uit? Want tot 2000 was die scheepswerf hier. Ja. En die is toen verdwenen, gesloopt. Waarom? Nou, er zat vervuiling van de buren. Er heeft een creosootfabriek naast gestaan. Waar van de kelder bij het slopen stuk gegaan is. Het creosoot, dat is een soort carboleum, is in het grondwater terechtgekomen. Toen zouden wij gesaneerd worden. Maar toen moest het gesloopt worden. Maar de sanering hield dus in dat we uiteindelijk toch maar een koper hebben gezocht. Want we zouden eerst 99.000 guldens moeten investeren in nieuw verhoud. Dan zouden ze de helling terugleggen. Maar al die ambtenaren die waren over na een half jaar verdwenen. Niemand wist meer van wat. En nu komt u voor het eerst weer in het markerhuisje? Ik ben nu voor het eerst in het markerhuisje. Wat is er veranderd? Alles. Ja, dit was gewoon afzien hier. Afzien, waarom? Nou, in de zomer was het prima, maar in de winter was het afzien. Maar zag het er ook zo uit zoals nu aan de buitenkant? Nou, die aanbouw niet. Maar de buitenkant hielden wij ook netjes met de luikjes geschilderd en zo. Want ik zei net al, het markhuisje staat hier, maar het is weer opgebouwd, hè? Ja, het is afgebroken. En ik geloof dat alleen de balken nog origineel zijn. Ik zie de heren een fotoboek bekijken. Laten we daar even naartoe lopen. Max, jij hebt allemaal oude foto's bewaard. Ja, 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 zeker. Wat kunnen we daarvan zien? Met een bepaalde geschiedenis. Dus, kunnen we er even doorheen bladeren? Ja, ik denk het zeker. Er is heel veel documentatie beschikbaar. Laten we eens wat foto's bekijken. Frank, kan je erbij? Wat zien we hier? Wat zie je daar? Ja, dat weet Gerrit beter dan ik. Dat zijn zijn foto's. Even kijken, dit waren de krantenartikelen. Dan komen we hier aan, dat is in 2006 geweest. En hier zien we dat we ons eigen huisnummer krijgen. En dat is Guido. Want jullie hadden nog geen eigen huisnummer toen die tijd? Nee, geen één boot. Alle schepen in Amsterdam lagen tegenover een huisnummer. En nu kregen wij voor het eerst een eigen huisnummer. Dit is een foto van het Algemeen Dagblad. En Max heeft hier ook een prachtige foto, die hebben we net al even gezien. Dat is de familie Broersen. Ja. En zo zag het er vroeger uit, het Groenland, de scheepswerf. En hiernaast zit een schuur. Dat kan je hier beter zien, denk ik. Even kijken, even een beetje doorbladeren. Hier zie je ook de schuur. En de hele scheepswerkers. Maar Gerrit, zou jij misschien even een artikeltje willen lezen?
voorlezen. Ik vind het zo'n mooi artikel hier zo. Ik wil dat ik een artikeltje voorlees. Nou, dat doe ik. Wat is dat voor artikeltje dan, Max? Ik vind het zo'n mooi artikel. Ik heb het net zelf even doorgelezen. Dan ben ik in mijn... Waar gaat het over? Kun je het vertellen? Over die familie Beffers en de familie Broers. Dat was nogal, want die zijn hier begonnen, hè, met de scheepswerf. Nog wat trammelend mee geweest. Kijk, hier is het Groene Land. Zo heette de werf. Dit is de ingang. Dat was de ingang. En als je nu om je heen kijkt, want dit is allemaal nieuwbouw. Wat vindt u ervan nu? Ja, ik vind niks. Nou ja, goed. Waarom niet? Nee, want het is zo eentonig als maar kan. Kijk, als je in Amsterdam de binnenstad, dan zie je allemaal verschillende woningen en zo. Maar hier, die hele buurt, is eigenlijk, voor mij bepaald in Zutphen of in Nieuwegein. Maar wat is er overgebleven? Wat zie je nu nog terug van de oude scheepswerf? Niks, helemaal niks. De straten lopen nog wel een beetje naar beneden. Dat wel. Maar voor de rest is alles hier afgebroken. Dit was ook een straatje met woningen. En dat was dan het Groene een Land. Dijkje. Een dijkje? Wat was een dijkje? Dit. De Tweede Burgerdwarsstraat was een dijkje. En als je nu zo kijkt, herkent u nog iets ervan terug? Helemaal niet. Nee, echt niet. Nou, wat zonde. Een verhaaltje voorlezen hier zo. Verhaaltje? Het hele artikel? Nee, alleen dit stukje hier zo. Want ik vind het leuker als jullie gewoon vertellen wat het... Wat er staat. Ja, maar ik wil zo graag dat ik dit voorlees. Ja. Dat wil ik wel doen als je... Ja, maar ik vind het leuker als u het vertelt. Hij articuleert wel beter. U vertelt, wat staat er? Wat vindt u er zo bijzonder aan? Ja, gewoon... We gaan hem niet helemaal voorlezen. Dat vind ik een beetje zonde. Want ik vind het leuker als u het zelf vertelt. Nou, het bedrijf. Kijk, zou je hem zelf lezen dan? Het bedrijf. Mijn bril. Ik heb mijn bril niet bij me. Maar goed, het gaat over de familie Broers die het bedrijf is gestart. Ja, daar gaat het over, ja. En hier zie je op de oude foto's, dat schuurtje staat er ook niet meer. Nee. Dat was een loods ook nog. Het is die andere man. En dit is nu de kleine Wittenburgerstraat vroeger, waar nu Albert Heijn is. Dit is de Nieuwe Vaart met de Oosterkerk. Herkent u het nog terug als u de foto's ziet? Dit zijn hele oude foto's, maar dit was de ingang van hier vanaf het dijkje. Ja. Als je hier iedere stap die je deed, ging je 10 jaar terug in de tijd. Dan kwam je op de werf, was je 100 jaar ouder. Was het hard werken? Ja, boutjes zwart maken met een roller en boutjes van 1,30 meter. Dan krijg je wel pijn in je rug. Zie ik het ook nog terug aan uw handen? Nee, hè? Ik ben er altijd zuinig op geweest. Maar lopen nog even naar René, want die staat ondertussen prachtig te spelen. René Trok, met zijn trekzak, ook wel accordeon genoemd. René, wat is het voor een mooi nummer? Ja, het zijn al Amsterdamse moppies, hè? Al Waterlooplein, zo'n heerlijke wals. Amsterdamse grachten. En Amsterdam is met Londen, Parijs en New York, de stad die het meest bezongen is. Er zijn wel 2000 liedjes. Ik ken ze niet allemaal, hoor, maar ze zijn er wel. Wat is uw favoriet? Ja, Amsterdamse grachten. Het doet niet Amsterdams aan, dat lied. Maar het is een prachtig lied ook. Zullen we daar dan mee afsluiten? Lijkt me leuk. Zingt u er ook bij? Als u meezingt. Ik ga het proberen. Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten als de mooiste stad van ons land. Al die dank voor het kijken. Mensen, we zijn weer met een nieuwe straat. Al die lichtjes. Hopelijk kijkt u dan ook. En heeft u nog vragen of opmerkingen, dan hoor ik het graag. Dan kunt u mailen naar de straten@at5.nl. René, dankjewel. Graag gedaan. Joehoe! Applaus! Yeah. Dank u.